Hey, even een video van mij, omdat ik twee dingen zie gebeuren bij ondernemers als het gaat om de zomerperiode. En dat zijn echt gemiste kansen en wat mij betreft ook wel een beetje denkfouten, waar ik je graag over laat omdenken. De eerste gaat over sociale media. He, natuurlijk, je moet heerlijk genieten van je vakantie, maar laat je social media niet helemaal los. Veel ondernemers denken, ach, dat kan wel minder, of ik laat even lekker zitten op vakantie, of anderen hebben toch ook vakantie, dus het kan wel wat minder. Maar A, anderen hebben inderdaad wel vakantie, maar daardoor veel meer tijd en ruimte. Ze zitten nog steeds op sociale media, ze scrollen nog steeds, hebben ook veel meer rust daarvoor om wat uitgebreide berichten te lezen. Dus daar ligt juist een kans. En het andere is, ook al ga je lekker op vakantie, laat het niet inzakken. Je kunt het gewoon inplannen via de tool van Facebook Instagram. Dat zit in je Facebook Business Manager. Gewoon een gratis tool, plan het in. Want als je het niet doet, dan zakt je algoritme. Super zonde en moet je na je vakantie weer gaan terugvechten. Dus alle mensen zitten nog steeds op sociale media. Al zitten ze in Griekenland, Amerika of op de camping in, op Texel. En B, jij kunt gewoon lekker gaan inplannen. Waardoor je heerlijk vakantie hebt, maar je algoritme lekker op orde blijft. Het andere is, de tweede denkfout die ik heel veel zie gebeuren, gaat over het idee van de zomer is toch een slappe tijd qua omzet. Maar mensen gaan echt niet meer dan 2-3 weken op vakantie. Dus nog genoeg ruimte om juist wel omzet te genereren en klanten te krijgen. Sterker nog, heel veel mensen hebben veel meer rust in hun agenda, maar ook in hun hoofd. En daar ligt voor jou een ontzettende kans. En daarbij hebben ze ook nog vaak vakantiegeld ontvangen. Dus pak je kansen, zie de mogelijkheden als het gaat om het krijgen van klanten of het genereren van extra omzet. Maar leef je wel in welke staat ze op dat moment zijn. Dus met je marketing iets meer op de zomerse kansen gaan zitten, levert jou echt meer klanten op. Nou, ik ben benieuwd of een van deze twee dingen, sociale media en omzetkansen, jou gaan helpen om toch in de zomer lekker te genieten van je eigen vakantie, maar ook nog extra kansen te pakken, zodat er niet een gigantische dip ontstaat. Heel veel succes en leuk als je laat weten wat je hiermee gaat doen.